Dag allemaal, welkom. Ankle en Wilman hier en we zijn live vanuit Tulsa, Oklahoma in de Verenigde Staten. We zijn hier voor de conferentie, de eerste internationale conferentie van huiskerken. En we zijn zo gezegend dat we daar een deel van mogen zijn. Dus ik ben op dit moment in onze lodge, heet dat. En het is een beetje anders dan wanneer ik thuis ben. Het licht is ook een beetje anders, dus af en toe zal ik even mijn leesbril op moeten zetten, zoals je ziet. En ik heb een Nederlandse Bijbel ook niet bij me, maar dat doe ik via de iPad. Maar dat gaat helemaal lukken. Goed, het is alweer deel 4 over het gezag van de gelovigen. En de vorige keer ben ik begonnen met te delen over wie de boze is, wie de duivel is. En dan denk je, waarom is dat belangrijk? Wel, dat is belangrijk. Het is belangrijk als je wil weten over wie je gezag hebt, van wie hij is, waar hij vandaan kwam, wat er met hem gebeurd is en hoe het nu met hem staat, zodat je ook weet van het gezag dat jij hebt en wie jij bent in Christus. Want daar gaat het uiteindelijk over. Ik wil met jullie even gaan naar Colossenzen hoofdstuk 2. En dan begin ik even in vers 13, omdat het begin is van een hele zin. En daar staat, ook u heeft hij, hoewel gij dood waart door je overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met hem. Toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. En het gaat mij om het laatste vers. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. En ik heb hier wat in het Engels daarover, helaas niet in het Nederlands, kunnen vertalen. Ik heb een prachtig boek van Rick Renner in thuis. En daarin, hij is een scholar, hoe zeg je dat? Hij heeft Grieks gestudeerd. En iedere dag heeft hij een tekst waarin hij de woorden uitlegt vanuit het Grieks. En dan krijg je gewoon een veel dieper begrip eigenlijk van wat het betekent. Hij legt dit vers dus ook uit. En dat wil ik met jullie een beetje delen. Dan moet ik af en toe even nadenken wat het Engels zegt. Maar dat staat, even kijken hoor. Hij heeft de overtreden en machten ontwapend en openlijk over hen tentoongesteld. En nu moet ik even mijn bril opzetten. Ontwapend, dat is het Engelse woord spoiled, maar wij zeggen ontwapend. En dat heeft inderdaad te maken met de ontwapening van een vijand. Zijn wapens, zijn artillerie en alles wat hij had, het werd van hem afgenomen. En dat niet alleen, hij plunderde de vijand. En even kijken. Blablabla. En dat niet alleen, dat hij de vijand geplunderd heeft. Even kijken, ik moet het eventjes in het Engels lezen. Dan staat er daarna, he spoiled principality, ontwapend en openlijk tentoongesteld. En een ander woord dat ze dat tentoonstellen, dat is het woord dat wij tentoonstelling hebben. Dat je iets in een kast zet en je laat het zien voor iedereen. Hè? Mensen die bijvoorbeeld een van de voetbalwedstrijd gewonnen hebben en die dan zo'n trofee krijgen. Die zetten dat ergens in een kast neer en laten het zien aan iedereen dat ze gewonnen hebben. En dat ze de eerste prijs bijvoorbeeld gewonnen hebben. Dat is het woord wat hier gebruikt wordt. Het wordt tentoongesteld zodat iedereen het kon zien. Dat iedereen kon zien dat alle wapens, alle artillerie, alles wat de vijand had, is hem afgenomen. En dat is tentoongesteld zodat je kan zien dat hij het niet meer heeft, want het is hem afgepakt. En dan staat dat hij heeft het openlijk tentoongesteld. En openlijk, dat betekent in het Grieks dat het niet alleen iets was wat stilletjes gedaan werd, maar het Griekse woord wil eigenlijk zeggen dat het gedaan werd met zoveel vrijmoedigheid en zoveel zo openlijk en zoveel dat iedereen het moest weten, luid eigenlijk. Dat iedereen moest weten wat er gebeurd was met de vijand. Niet alleen dat die wapens werden afgepakt, maar ook dat zijn kleding eigenlijk afgepakt werd. En dat hij ontwapend is, dat al zijn kleding afgedaan werd, zodat hij helemaal compleet naakt was. Dus de boze zelf is compleet naakt. Hij heeft al zijn wapens, die hij heeft, al de middelen die hij heeft om mensen mee te verslaan, zijn hem afgepakt. En dat werd gedaan openlijk, zodat iedereen het kon zien. Als de wapens werden tentoongesteld, zodat iedereen kan zien waar het nu is. En dat de boze het niet meer heeft. En dan staat er in het Nederlands, en zo over hen gezegevierd. En dat betekent dat hij een glorieuze parade had. Dus wat de overwinnende koning deed, hij kwam daar aanrijden op zijn paard met achter hem een aantal wagens. En op die wagens, daar zat de vijand die verslagen was, compleet naakt. Had je al zijn wapens die hem afgepakt waren, die lagen daar ook op een van die wagens. En alles wat bij die vijand hoorde, zat op die wagen. En ze waren gevangen genomen door al de overheden, alle machten. Het was niet alleen de Satan zelf, maar alle
alle overheden, alle machten, want 1/3 van de engelen is met hem meegegaan. Die zaten daar ook op. En alles wat de boze had, zat daar op die wapens. En er werd een hele parade gemaakt. De overwinnende koning kwam de stad binnen. De poort ging open en iedereen had gewacht op de koning wanneer hij zou komen. Om te laten zien dat hij de overwinnaar was geworden. Dus de mensen zaten te kijken van, wat komt de koning eraan? En zodra hij daar binnenkwam, dan begonnen ze te joelen en te juichen. En er was een geweldig feest eigenlijk. Hè? En zij begonnen te zingen van hoera, 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 de koning is gewonnen, heeft gewonnen en hij is weer thuis. En iedereen kon zien wie de vijand was. Het was een overwinnend feest, maar voor de vijand was het een geweldig vernederende ervaring. Hij was helemaal niets meer. Hij dacht dat hij wat was, wat we de vorige keer gedeeld hebben. Hij dacht, hè, ik wil mij verhogen en ik zal zijn als de Allerhoogste. En hij wilde als God zijn, hè, maar hij heeft hem, de Heer, God de Vader heeft hem uit de hemel geworpen. En door de dood en overwinning die Jezus maakte aan het kruis, is de vijand compleet verslagen. En dat liet de Heer met deze versen zien. Van hij is niet meer iemand waar je bang voor hoeft te zijn. Ook zijn demonen niet. Want ze zijn overwonnen, ze zijn verslagen. Dus die hele parade ging de stad door en iedereen begon te joelen en te juichen. En misschien kun je het beeld een beetje voorstellen wat wij hebben meegemaakt na de Tweede Wereldoorlog. Dat heb ik natuurlijk niet zelf meegemaakt, ik was er nog niet. Maar als je daar nog beelden en foto's en zo en films van ziet, dan zie je hoe de Canadezen binnen werden gehaald. Iedereen was aan het juichen en er werd feest gevierd en zo was het eigenlijk ook. En de koning begon dan een geweldig lied te zingen van de overwinning, dat hij de overwinning gehaald had. En dan reed hij ergens naartoe waar een grote trap was en hij stapte naar boven, zijn hoofd verheven en hoofd omhoog. En het was een grote troon en de koning ging zitten op de troon. En hij liet zien dat hij nog steeds de regerende vorst was en dat er niets gebeurd was waar mensen bang voor hoefden te zijn. En dat is wat dit vers eigenlijk zegt. Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. Wauw, waarom zijn we dan nog boos voor de boze? Bang voor de boze moet ik zeggen. Wil ik even met jullie gaan naar Efeze. Moet ik dat even op mijn iPad die tekst zoeken, omdat ik mijn Bijbel niet bij me heb. Efeze hoofdstuk 2. Colossensen heb ik hier, dat is niet goed. Dus ik moet even Efeze hebben, oh boy. Efezius hoofdstuk 2 en dan vers 4. Oh, Efeze hoofdstuk 2, vers 4. En daar staat ik eventjes iets echter terug. God echter, die rijk is aan erbarmen, heeft om zijn grote liefde waarmee hij ons heeft lief gehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen, mede levend gemaakt met Christus en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Wauw, dus drie keer mede. Wat het beeld eigenlijk is, dat toen deze koning, toen Jezus zeg maar overwon en ging zitten op zijn troon, en de Bijbel zegt dat hij nu zit aan de rechterhand van de Vader, dat het niet alleen de Heer was die daar nu zit aan de rechterhand van de Vader, maar dat wij als het ware al in hem waren. Dus dat wij mede met hem gestorven zijn, mede met hem begraven zijn, dat we mede met hem levend gemaakt zijn en dat we mede met Christus opgewekt zijn en mede die plaats hebben in de hemelse gewesten in Christus Jezus aan de rechterhand van de Vader. Wauw, dus wij zijn en hebben een overwinnende positie. We zijn niet iets waar we zitten niet op een plek waarin wij onder iets zijn. Veel mensen denken dat de boze zo verschrikkelijk machtig is. Hè? Dat God is hier en de boze is net iets lager. En wij zijn veel lager daaronder. Nee, nee, nee. Als je in Christus bent, als je in hem bent, deel bent van het gezin van God, dan ben je in Christus. Dan ben je met hem gezeten. De Bijbel zegt, we zijn gezeten ver boven. Ver boven alle overheden en machten. Niet een klein beetje boven, maar ver boven. Dat is jouw positie. En de boze en zijn demonen zijn ver daaronder. En ze hebben niets meer waar jij bang voor hoeft te zijn en waar je bevreesd voor hoeft te zijn. Al de wapens van de vijand zijn hem afgenomen. Hij heeft geen wapens meer om jou mee kwaad te doen. Het enige wat hij heeft is zijn mond. En dat is de manier waarop hij liegt tegen ons, ons bedriegt, ons probeert te verleiden. Precies hetzelfde wat hij deed in de Hof van Eden. Hoe hij Adam en Eva probeerde te verleiden. En probeerde met zich mee te krijgen. En probeerde dat Adam en Eva hun het gezag wat zij hadden gekregen van God de Vader, dat ze dat gaven aan hem. En dat gezag wat eigenlijk van hun is, geven ze aan de boze. En dat gaat hij gebruiken
tegen hen en tegen jou. Dat doet hij nog steeds. Hij is niet veranderd, hij is dezelfde. Hij heeft geen nieuwe methodes. Dus als je weet hoe zijn methodes zijn en hoe hij werkt, dan kun je daar alert op zijn. Dat is het enige wat de boze doet. Gaan we de volgende keer over hebben hoe hij dat doet. Maar hij probeert jou te misleiden, te verleiden. En dat doet hij door een beetje waarheid te zeggen, maar de rest eromheen klopt gewoon niet. En als jij de waarheid niet weet, dan ga je met hem mee. Dan denk je dat het zo is. Want het lijkt zo te zijn en het voelt misschien wel zo. Maar het is niet de waarheid. Goed, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat je de volgende keer er weer bent. Dan zijn we gewoon weer terug in Nederland. Tot dan.